Nu maak ik kruidige bouletjes van mijn lamsgehakt met dragongeuzesaus en naan erbij. Dat is echt het simpelste broodpannenkoekje om zelf te maken. Met 2 ingrediënten, zelfrijzende bloem en yoghurt in gelijke delen. Kneed de deeg tot balletjes, rol die uit tot pannenkoekjes en bak de naan in een bloedhete droge pan. Daarnet zijn we nog al bij al super braaf gebleven, hè? Met dat lamsgehakt. Die basis is er. Voor dit recept ga ik een beetje spicier, een beetje kruidiger ook. Dus ik heb er al verse koriander, gember, misschien een chilipepertje. En dan zo wat die typische smaakmakers. Hoisinsaus, ketchup. Ketchup manis, hè? Dus geen rode ketchup. Mosterd mag ook. Paneermeel ga ik er ook in doen. En misschien zo nog 1 dooierke van ei mag er ook wel bij zijn. Zo. Een hele boterham zegt. Kijk. Enkel de dooier gaan we daarin. Waarom? Ik wil vooral de smeuigheid, de sappigheid in dat gehakt. En dan is die een eiwit niet nodig. Dus gewoon... een dooierke. 1. Een beetje paneermeel. 2. Die hoisinsaus, van die typische oestersaus. Niet zuinig mee zijn. Zo. Een beetje ketchup. Serieuze fles. Zo. Dan die chilipeper, die gaan we gewoon fijn snijden. Die balkjes komen straks in een sausje met dragon, which means dat ze voor mij spicy mogen. Niet zuinig meer. Hoppa. Hoppa. Die gember. In plaats van dat fijn te snijden en te schillen, krak ik dat gewoon in 2. Ik ga dat een beetje raspen. Ik heb hier zo'n klein raspje. En dan kun je meteen met schillen en alles die gember zo wat fijn raspen. Mijn moeder zegt dan altijd, dat is toch dat kruid die zo naar Mr. Proper ruikt. Jazeker. Komt dan nog koriander bij ook. Smaakt dan ook nog naar zeep, zeker voor een aantal mensen. Dus je ziet, ik zoek zo allemaal een beetje zo die spiciness, de pittigheid op, maar vooral ook frisheid. Wat eigenlijk wil zeggen, die balkjes zijn zodanig kruidig, zodanig fris, dat zelf iemand die niet zo graag lamsvlees zou lusten, dat echt wel kan appreciëren. En diverse kruiden. En een klein koffielepeltje mosterd. Ja. Serieus een boterham aan ingrediënten. Maar ik denk dat dat toch in de top 5 van mijn favoriete balletjes hoort. Doordat ze net zo spicy zijn. Kijk, even zanden. En dan gewoon, ofwel met een grote houten lepel of met propere handen. Dat gehakt toch even gaan kneden. Kijk. Die binding zit goed. En de geur zit ook goed, man. Voilà. Daar gaan we balkjes van draaien. That's life, that's love, that's living up. Working hard, never giving up. That's fighting for your dreams to make them real, while silencing the way that you might feel. Now biting on your tongue might get you there. Man, it will never take you up on all them stairs. And if you've never seen the sun from up above, how could you ever really feel like you've been loved? heb die balkjes meteen op een bakplaat gelegd. Dan kan ik die zo de oven inschuiven, zo blijven ze dan mooi rond en dan moeten ze niet gaan korsten in een pan. Dus 180, 20 minuten. Zo. En daar gaan we een lekker sausje bij maken. Maar echt, als ik zeg een lekker sausje, is het echt een super lekker sausje. Dat is dragonsaus. En een klein beetje geuze daarbij ook. En dan, ja, je weet of je weet niet, ik heb 10 jaar event catering gedaan. Dus zo traiteur aan huis en traiteur voor grote feesten. En dat was echt zo een van de favorieten voor de warme buffet. Ik denk dat ik daar echt duizenden, maar echt 10.000 porties van gemaakt heb. Kijk, nu, waarom scoort dat sausje zo goed? Dat is omdat het heeft zo'n beetje van alles. Het heeft een uitje natuurlijk, wat dat iedere saus mee start. Maar het heeft dan zo wat die zure van geuze en dragonazijn. En dan vooral ook de kruidigheid van munt en dragon. En dan zo toch een beetje de bruine fond. Dus dat is echt zo een sausje naar ieders meug. Schillen, fijn snijden en aanstoven. Ik doe dat nu in een klontje boter. Kan eventueel in olie ook. Dat uitje, kijk, dan heb ik dat gewoon hier erbij in mijn potteke. Een heel klein beetje bloem daar bovenop. Dat zorgt dat die saus direct mooi gebonden is en straks. En nu kan het echte feest beginnen. Nu komen die leuke zuren in onze saus, die dat gaan afwerken. Enerzijds dragonazijn. Ik heb hier nu zo azijn van Blauw Handje, een paar van die stengels dragon in opgelegd. Je kunt dat jaren houden, dan heb je een goed azijntje. En dan deze hier. Onze Brusselse trots, de geuze. Niet alleen lekker om te drinken, maar zalig in dit sausje. Waarom? Die zuren zitten daar nog heel goed in. Ik noem dat zo'n beetje van die compostachtige zuren. Dat is echt een levend bier. Dat is niet gepasteuriseerd, dat is niet gefilterd. Ja, het zit daar smaak in. Kijk, en dan kunnen we gewoon een heel klein scheutje azijn. Dat al wat loskomt. Dan geuze. En dan een goede scheut kalfsfond. Mag daar ook op. Zo. En dan moet je zeker tot de helft laten inkoken. Straks afwerken met een scheutje room. Maar ook heel veel groene kruiden. Dragon en munt. Hier mag dan echt een goede scheut volle room bovenop. Misschien best zo van die culinaire room, die al een beetje, die ook zuurstabiel is. Want we zitten hier met azijn, met die geuze, met die ui. En je wilt natuurlijk niet dat die saus zou gaan schiften. Kijk. Kijk. Een mooi kleurtje. En dan daarbij zo wat van die fijn geritste dragonblaadjes. Als je een beetje munt staan hebt, mag dat ook altijd. Dus die jonge blaadjes die mogen erbij, maar die dikke stengels, die hebben we niet nodig. En die kunnen dus eigenlijk gewoon hier terug bij je azijn proppen voor de volgende keer dat de lamsbalken smaakt. De cirkel is rond. Goed snijden, zeker bij die aromatische kruiden, gelijk die dragon en die munt, dan wil je dat snijden met je mes. Niet kneuzen. Kijk. Dat mooie stukjes zijn. Hup. En dat gaat dan bij je saus. Gewoon nog een klein beetje peper daarbij. En we zijn helemaal gesetteld, omdat bovenop die lamsbalkjes die in de oven zitten te gieten. Kijk. Kijk, die balkjes zijn toch mooi goudbruin geworden, hè? Zelf in de oven. Zo. Wat ik dan gewoon doe, is meestal mijn saus in die plaat daar bovenop gieten. Ik krijg nog al die korstjes mee. Oh. Laat dat zomaar nog een keer even bekomen, die balkjes. Klein beetje erwtjes daarbij. Diepvrieserwtjes, de rest van ons shallotje daarbij, wat fijn gesnipperde munt. En dan mijn vers gebakken naanbrood daarbij en oh, feestje. Les yeux vers le ciel, genoux fléchis. Un X et deux L, je réfléchis. Introverti, souvent indécis. Si tu veux tracer ton propre chemin, faudrait être précis. Bla bla bla, j'entends parler pour rien. Qu'ils ont la haine, je les vois arriver de loin. Bla bla bla, j'entends parler sur moi. Ils me voient y aimer. Les jaloux, les rageux sont déchaînés. Prêts à tout pour éteindre la flamme. Ma destinée était enchaînée. J'ai trouvé la clé bien trop tard. Oh, oh, oh. Laisse-les parler. Ils sont contre nous donc laisse-les parler. Ils sont déjà nous donc laisse-les parler. Laisse-les parler. Ce matin pas je suis déjà forgé. Mes idées sont déjà figées dans ma tête. Aanvallen. Man, kijk, een goede lepel van die dopertjes met munt. En dan, oh man. Lamsbalkjes, maar vooral die saus. Zie je die textuur, wat dat geeft? Die jus van die bakplaat heeft hem daar ook een beetje mee vermengd. Zo. En voilà. Zo eenvoudig. Naanbroodje daarbij. Vorkje. En klaar. Misschien mijn favoriet balken, maar in ieder geval mijn favoriet sausje. Oh my.